Beloven dat jij nooit op die werf gaat komen van dat kasteel. Nooit. Echt waar, dat moet je mij echt, echt beloven, Luc. Ja, ik denk alleen maar aan je eigen goede, Sam. En dat zou jij beter ook doen. Ja, oké, maar het is en blijft gekloten. Als het overwijgen is, dat je het, hè? Ga dan maar gerust verder, hè. Ik ken er nog een paar. Smeerlap, vuile bedrieger, verrader. Kan dat toch niet, hè? Het is een omgekeerde wereld of zo vandaag. Wat is dat voor zever? Allee, Femke, vergeet niet dat jij Sam wel eerst verraden hebt, hè? Ik al? Dat is niet waar. Ik ben geen verraadster. Ah, nee? En hoe wist de politie dan dat ik die auto gestolen had? Ik heb niks verteld tegen de politie. Nee. Allee, Femke, hoe kan dat? Ah, nee, natuurlijk niet. Jij hebt het niet verteld. Het zal uw broer geweest zijn. Zie je wel? En wie heeft het dan uw broer verteld? Nou ja, hoe weet hij het? Nee? Van mij. Ik had tegen hem zitten stoeven dat ik een auto gestolen had. Maar hij geloofde me niet en ik heb hem laten zien waar die een auto stond. Allee, oh, slim. Ik kon toch ook niet weten dat hij daarmee zou gaan joyriden, hè? Nee, dat kon hij niet weten, hè. En je kon ook niet weten dat hij ermee zou gaan rijden in zijn voortuin, hè. En dat hij zich zou laten pakken. Nee, dat kon hij allemaal niet weten, hè. Dat vind ik ook. Maar je had wel kunnen weten, hè, Femke, dat er miserie van zou komen als je dat tegen je broer vertelde. Allee, Femke, wat kom je hier eigenlijk doen, hè? Je komt Sam hier even uitschelden terwijl je zelf even onnozel bent geweest als hem, hè. Wilt jij je er alsjeblieft buiten houden, Sofie? Dat is tussen Sam en mij. Jij hebt er nogthans ook wel je broer bij betrokken, hè. Ja, meisjes, ik denk dat we best even naar binnen gaan, hè. Ja? Kom aan, hup, naar binnen. Kijk, Marie, met die echtscheidingskwestie heb ik Leontien al meer dan genoeg op stang gejaagd. Dat was, hoe moet ik het zeggen, een wanhoopspoging. En om haar nu nog meer uit te dagen... Nee, zeker niet. Je hebt gelijk. Dus jij komt niet op die werf? Je kunt op je twee oren slapen. Hé, hey, wacht eens even. Dat gaat wel voor problemen zorgen met de werkverdeling. Ja, Simon, er zijn toch genoeg andere dingen te doen. Dan betante zaken die de anderen niet graag doen, dat is toch geen probleem? Ja, maar... Dan kun je die onbeperkt inzetten op dat kasteel. Ja, maar Luc, zo simpel is dat allemaal niet. Trouwens, ik moet dat eerst nog eens overleggen met de Frank. De Frank moet dat ook allemaal maar goed vinden. Kijk, voor mijn part is het te nemen of te laten. Ik wil niet dat Leontine geconfronteerd wordt met extra stress voor haar bevalling. Het is dat, of... Of wat? Of ik neem op staande voet terug ontslag. Het is oké, er is niemand. Iets vertellen aan mijn broer is toch niet hetzelfde als ze gaan klikken bij de politie? Oh, het is wel uw broer die mij verklikt heeft, hè, bij de politie. En jij werd dan nog zo dom om dat toe te geven ook? En om mij erbij te lappen, want dat heeft mijn broer niet gedaan, hè. Die heeft geen woord over mij gezegd. Ja, dat kon ik toch niet weten, hè, Femke? En dan alles wat ik voor u gedaan heb. Waar heb ik dat aan verdiend? Ik heb wel mijn nek voor u uitgestoken, hè, Sam, opdat jij u zou kunnen wreken op Jean-Pierre. En wat krijg ik terug? Dank voor dank. Femke, allez, je moet hier nu niet een heilige zitten uithangen, hè? Ik heb hem toch geholpen, of niet? Ja, op voorwaarde dat hij het zou aanmaken met u. Ah, voilà. En toen ik niet wilde, heb jij ermee gedreigd om naar de politie te stappen? Gedreigd, ja. Maar ik heb het niet gedaan, dat is een groot verschil. Ik kom juist terug van bij de politie. En ik heb niet toegegeven. Ik heb niks gezegd. Ja, nu kan ik er helemaal niet meer aan uit. Nee. Die flik. Balemans. Ja. Die is mij vanmorgen vroeg komen halen. En weet je wat ik gezegd heb? Dat ik er niks mee te maken had. Dat ze het maar aan mijn broer moesten vragen, hè. Hij zat in die auto, ik niet. En dat wij die auto eerst samen gestolen hadden. Dat heb je ook niet gezegd. Ik heb dat ontkend. En als jij dat ook had gedaan, hè, dan had die flik ons niks kunnen doen. Ze hebben geen enkel bewijs. Maar nee, jij moest zo nodig de bangerik uithangen. Klikspaan,
Nou, sorry, Femke, maar... En jij denkt dat ik nog iets wil hebben met je broer? Zot zeker nog in geen 1000 jaar, zo'n mossel. Allee, Femke. Nou, ze heeft gelijk, hè. Nou, de politie kon niks bewijzen. Het was mijn woord tegen dat van haar broer. Bon, dat is dus geregeld. Jij komt niet op die werf, hè? Ik weet alleen niet hoe lang ik dat ga kunnen verzwijgen voor Leontien dat jij hier terugwerkt. Zeg haar gewoon dat ze gerust kan zijn dat ik haar niet meer zal lastigvallen. Ik hoop het, Luc. Ik hoop het echt waar dat je haar niet meer gaat lastigvallen. En ik hoop dat ze dat gaat kunnen geloven, want alles wat er gebeurd is... Kijk, Marie, ik heb het er net nog gezegd tegen Simone. Dat is blijkbaar mijn verleden dat mij voor de rest van mijn leven zal blijven achtervolgen. Ja, en dat weigeren van die echtscheiding heeft het er niet beter op gemaakt. Hè? Ik weet het, maar ik kon niet anders. Uit zelfrespect. Dat is allemaal niet goed voor haar, Luc. Ja, dat weet ik ook. Ik besef dat maar al te goed dat die weeën voor een groot deel mijn schuld zijn. Zeg haar gewoon dat ik haar niet meer zal lastigvallen en dat ze gerust kan zijn. Waar moet ik naartoe, Simon? Doe deze. Voilà. Oké. Hij meent het precies wel, hè? Ja. Hij ziet er serieus van af. Hij is elke keer opnieuw bereid om al de schuld op zich te nemen. Kun je dan nu geloven dat ik er soms compassie mee heb? Ja, we kunnen misschien beter gaan zitten, hè? Ja. Je weet waarschijnlijk waarvoor we komen. Ja, ja, de politie is hier langs geweest en heeft mij alles verteld. Ah, oh, ja? Nou, als ik het goed begrijp, dan heeft uw zoon, Sam is het, hè? Mijn auto dus gestolen. En is het iemand anders die er een ongeval mee gehad heeft? Ja, dat klopt. Sam heeft er heel veel spijt van. Ja, ja. Hij vond dus dat hij mij blijkbaar op die manier moest straffen. Jean-Pierre, wij keuren Sam zijn actie volledig af. Ja, je moet het ook van zijn kant bekijken. Jellen is zijn beste vriend. Hij is er zo mee begaan. Denk je soms dat ik niet met die jongen ben begaan? Want voor wie houdt jij mij eigenlijk? Een of andere onmens? Nee, natuurlijk niet. Kom. Ja, maar nee, maar toen ik die jongen ben gaan bezoeken in het ziekenhuis, dan heeft uwe Sam mij daar geduwd en buiten gejaagd en mij behandeld als een hooligan, hè? Hoi, dames. Eva. Hey, ik wil niks maken. Eva, kijk. Meer? Ja, allee, ja. Allee. Ik denk dat ik Simonneke en haar al toch genoeg volgens mij, jong. Ja? Kan ik hier gaan babbelen met ons, Sozian? Je gaat dus alles vertellen. Nee, nee. Juist moet geen dat nodig is, hè. Wil ze nog niet kwijt, jong. Ik ben niet zot, hier. Let's see. Dat is droog, ja. Dat is goed. Ja, ik zeg het zal niet gemakkelijk zijn, maar ik kan het toch goed maken. Hè. Ik kan dat echt proberen, al wat kost me dan een chique diner of een pelse frak, als het maar in orde is. Je gaat dus niet bekennen dat je hebt gezondigd? Nee, begot. Dan moet ze me kapot, jongen, Sozian. Jij kent het nog niet goed, zeker? Nee, ik zeg het. Ik kan ik zo wat complimenten geven, zo wat vleien. Allee, had jij dat vrouwen graag hebben. Zo, allee, ja. Sorry. Sozian gaat hem misschien wel erop binnenhalen. Maar op geweten. Blijf bezwaard, hè, als jij waarheid niet vertelt. Of als jij niet gaat biechten. Ik zal wel een keer gaan biechten, wel, ik. Zo met Pasen, dat is toch veel beter voor mijn gezondheid. Jean-Pierre, versta ons niet verkeerd. Wij zijn niet naar hier gekomen om het gedrag van Sam goed te praten. Nee, maar wat hij gedaan heeft, is totaal verkeerd. Point final. Zeg maar zeker. We vragen alleen een beetje begrip. Begrip? Ja, we zijn toch allemaal jong geweest, hè? Begrip. Ik moet begrip tonen. En wie toont er begrip voor mij? Niemand. Annie, mijn dochter niet. Ik word hier door iedereen uitgestoten. Wij zullen Sam heel zwaar straffen. Ja, en als de jongen die met die wagen gereden heeft de schade niet kan betalen, zullen wij dat vergoeden. Het is alleen... Kijk, als jij een klacht indient tegen Sam, komt dat op zijn strafblad. Ja, we willen toch niet dat de jongen zijn toekomst gehypothekeerd wordt?
Eindelijk komen ter zake. Ik wist het dat je daarvoor kwam. Ik wist het van het moment dat je een afspraak maakte. Jij vraagt mij dus om geen klacht in te dienen. Maar allee. Allee, dus wat? Wat verdommelingen die nog al? Oh, ik doe het. Allee, wat is zijn achternaam nu ook weer al? Pellegrims... nee, dat is niet wat trekt erop, maar dat is toch niet. Ah, hier ze. Pelkmans. Constant et François. Dat is het. François nummer 1. Hallo? Hallo, bij Pelkmans? Ja, madame. Is het madame Pelkmans? De vrouw van meneer Pelkmans. Ja, ik bedoel van de Soie. Ah, dag, madame. Ja, het is u dat ik moest hebben. Jij kent mij niet, maar ik meen het goed met u. En ik wil niet dat er u onrecht wordt aangedaan. Nee, niet afleggen, alstublieft. Nee, het is geen grap. Nee, ik meen het echt goed met u. Echt waar. Ik heb een beetje compassie met u. Hè. En ik vind dat jij de waarheid moet weten over... Allee, in verband met uw man, met uw soie. Jullie zijn hier toch ooit eens komen eten, hè? Ja. Dat is al een tijdje geleden. Ja, en dat was in betere omstandigheden. Nou ja, toen werd ik nog niet beschouwd als een misdadiger. Ja, zo bedoel ik dat niet, Jean-Pierre. Ik wil zeggen... Nou, ik weet wat jij wilt zeggen, Erik. Toen Anne hier was, toen kreeg je nog iets te drinken en dan was het hier wel gezelliger, nee? Ik denk dat Erik wil zeggen... dat er zich toen nog geen feiten hadden voorgedaan, ja. Zoals iemand overhoop rijden met uw zatte botten. Zeg maar. Nee, maar zeggen dat Sam die auto gestolen heeft. Kijk, Jean-Pierre, we hebben Sam van meet af aan duidelijk gemaakt dat hij over dat ongeval niet moet oordelen. Laat staan veroordelen. Ja? We staan er ook op dat hij zijn excuses komt aanbieden. Ja, meer kunnen wij toch niet doen? Ja, dat is gemakkelijk voor die gasten, hè. Sorry zeggen en dan alles vergeten. En die sorry, die menen ze dan nog ineens. Ja, Jean-Pierre, luister. Sam is geen hypocriet. Oké, hij is over de schreef gegaan, ver over de schreef gegaan. Maar dat komt mijns inziens alleen maar omdat hij ondersteboven was door dat accident van zijn beste vriend. Als hij het niet zou menen, zou hij zijn excuses niet komen aanbieden. Bon. Goed. Jij zult uw zoon wel het beste kennen van allemaal. Ja, dat is zo. Goed, ik zal Sam zijn excuses aanvaarden. En ik zal ook geen klacht tegen hem indienen. Ja, merci, Jean-Pierre. Maar voor één ding, Erik, en weet dat goed. Omwille van Jelle, zijn vriend. Want die jongen, dat accident, dat zie ik elke dag terug gebeuren. Dat is in mijn hoofd. 'S Nachts, ik lig daarvan wakker, ik droom ervan. Het is voor hem dat ik het doe. Voor die jongen in dat ziekenhuis. En... Niet malsen, hè, madame Pelkmans. Hè? Als ze proberen naast... je weet wel, hè, naast de pot te pissen, dan kun je niet hard genoeg zijn. Zeg, ik was met mijn pensioenmonneke aan het telefoneren. Moet je denken dat ik ervan profiteer terwijl dat je weg zit? Ik... Wat heb jij gedaan? Ja, ik heb mijn handen gedaan. Dat ziet er niet goed uit, hè. Ja. Zit u, ik ga daar zelf op doen. Zo. Ja. Maar nee. Je moet daar margarine op doen. Ja. Ja. Mijn moeder die deed dat ook altijd. Margarine zal gaan, hè, zeg. Misschien even naar het café gaan, want er is wel wat volk, hè. Oké. Margarine. Heb je die zo laten doen, hadden morgen geen handen meer. Nou, die zou mijn hand beginnen pakken. Anne, wat kan ik doen? Eva heeft me naar u gestuurd. Oh, dat is goed, dat is een klein beetje droog nu. Die tap daar is, dat moet naar tafel 4 als je wilt. Ja. Alsjeblieft. Ah? Ha? Collega? Oh, jij weet dat ook al. Je bent toch niet op werf geweest en iedereen weet al dat je voor je broer terug gaat werken. Ja, de grootste varkens hebben het meeste geluk, hè. Yvette. Ja. Het is goed aan tussen nu twee, zie ik. Hm? Nee, look, ik ben echt blij dat je terug gaat werken voor Sanitechniek. Want een man zonder werk is geen echte man. Ja. En zo heb ik ook geen tijd meer om rond Rosa te hangen, zeg. Ze zou ook wel content niet zijn. Dat is gedaan, dat is voorbij. Ja. Ik
weet nu dat Rosa is de ware vrouw voor mij. En ik voor haar. Dat is goed. De ware man dan. Hè. Dat is goed, dan is dat misverstand ook van de baan. Ja, nee, maar wat ik wil zeggen. In een man werken, dat geeft eigenwaarde aan een man. En dat is toch zeer belangrijk. Eigenwaarde, Weldik. Waar zou ik die bij God vandaan moeten halen? Mijn eigenwaarde, Weldik, is compleet voetzie. Je mocht niet zeggen, niet Loek. Wat hoop doet, lieve. Maar kijk naar Rosa en mij. In het begin, wij waren kilometers. Letterlijk en figuurlijk kilometers uit elkaar. En nu, wij zijn zo stilaan bij elkaar gekomen. Wel, dat tussen mij en Leontien zitten er geen kilometers, maar lichtjaren. Zelfs het feit dat ik haar leven gered heb, dat doet haar niks. Geduld. Goede daad wordt altijd beloond. Oh, door wie dan wel? Door de goddelijke voorzienigheid. Nee, Loek, misschien niet nu, maar... Binnen een eeuwigheid zeker. Ja. Ik heb geen goesting om erop te wachten, Weldik. Allee, hier, dat is voor u. Dat is voor mij. Dank je. Dat is Drovje. Dat is Drovje. Allee, Werner, hoe heb je dat nu voor gehad? Ja, die uitlaat vastgenomen, hè. Die was natuurlijk keihard. Ja, ik was er met mijn gedachten niet bij. Nee, dat is nu toch niks voor u? Ja. Ja, normaal ben je altijd zo voorzichtig. Ik weet het, maar ik was... Ja, ik was er met mijn gedachten niet bij. Allee, enfin. Nog een geluk dat het alleen uw hand is. Ja. Probeer daar nu zo min mogelijk in water mee te zitten, hè. Anders moet ik daar iedere keer een nieuwe verband rond doen. Ja, dat is waar. Ik mag doorgaan. Ik ga naar de opera. Jan trakteert mij. Het is de eerste keer, ik heb dat nog nooit gedaan. Allee, salut, hè. Ja, ja. Schoon. Schoon. Je vindt het toch niet erg, hè, dat ik... Nee, doe maar. Ik heb er zelfs geen goesting in. Mm. Hij is wel goed, hè. Ik wil u niet verlekkeren, maar... Dat weet ik. Nee, maar ik ben blij dat je mij verteld hebt dat Luc daar terug werkt. Zo'n dingen, die komen vroeg of laat toch uit, dus... Ik ben fier op u. Fier? Waarom? Gewoon omdat je voet bestek hebt gehouden en ervoor gezorgd hebt dat Luc niet op onze werf kan gaan werken. Dat zou niet gepast geweest zijn. Nee, dat zou ik niet kunnen verdragen hebben. Luc die terug voor Verkammen werkt, poeh, zelfs in onderaanneming. Maar Simon had het er wel moeilijk mee, hè? Allee, Luc ging direct akkoord. Dus volgens mij gaat hij niet veel meer doen om u te irriteren. Daar heb ik de laatste tijd anders niet veel van gemerkt. Gelijk dat hij die scheiding heeft geboycott. Ja, Luc, nu is het al begonnen. Ja. Ja. Het is allemaal goed gegaan. Toch zo goed als. Maar jullie wilt niet dat de Luc op de berg van Verkammen komt en de Luc ging daarmee akkoord, dus... Ja. En nu doet hem al dender jobjes. Dat betante jobjes. Ja. Frank, het is niet waar. Je gaat toch niet opnieuw beginnen. Nee. Frank heeft daar niks mee te maken. Ah, voilà. Jij doet, ik denk zeker dat je dat doet om die te pesten. Ja. Hij heeft er zelf om gevraagd. Is dat niet waar, Simon? Ja, dat is waar. Ja. Ja. Het is toch duidelijk dat onze Luc het goed meent met Leontien. Wat hij er allemaal niet verdoet. Oh, ja, dat is zeker. Dat is een heilige onze Luc. Altijd geweest. Had hij niet veel gescholden of hij had zijn leven gegeven voor Leontien? Ik vind dat ze een klein beetje toegeeflijker zou mogen zijn. Frank, jong, het is nou de knoppen. Het is allemaal nou de knoppen. Ons Suzanne zou me kapot maken. Maker, godverdomme. Zie, Maker, ik heb u verwittigd. De methode van Simon, dat werkt niet. Frank, het is nu niet de moment. Allee, zwak, wat is er? Je bent precies in paniek. Allee, ga zitten. En vertel eens. Madame, het is even nog verschrikkelijk. Ons Suzanne heeft me buiten gesmijt. Leontien, ik heb hem gezegd dat dat geen goed idee was om die scheiding te weigeren. En wat zei hij erop? Ja, hij zei dat ik gelijk had. Hij begreep dat. Ja, echt, hij begreep dat. Maar voor hem was dat een kwestie van zelfrespect. Ja, ik weet niet, een soort wanopspoging. Maar ik snap dat, hoor. Ik begrijp hem echt. Ja, je vindt dat misschien erg dat ik dat zeg, Leontien, maar... Zo'n scheiding, dat is altijd zo definitief. Dat is wel de bedoeling, ja. Maar hij heeft er spijt van dat hij dat geweigerd heeft. Ja, hij heeft daar spijt van. En weet jij dat hij zelfs denkt dat het zijn schuld is dat je naar het ziekenhuis moest toen je ween had?
Hij heeft precies al serieus op uw gemoed ingewerkt. Wel ja, ja, misschien wel ja, maar dan toch niet alleen op dat van mij. Dat van wie dan nog? Simon. Simon die was ook heel hard onder de indruk. Simon? Serieus? Als wat dan meende niet. Simonneke, zo waar als ik die hierna ziet. Hè. Van de ene moment op de ander stond ik buiten, manneke. Maar wat heb je dan in godsnaam gedaan? Oh. Je hebt dat verkeerd aangepakt. Ah, nee, begot dat ik dat niet verkeerd. Allee, ik ben naar huis gegaan. Ik heb dat voorzichtig willen zeggen. Met de fluwelen handschoen, gelijk dat jij gezegd hebt. Manneke, manneke, dat is tegengevallen. Ik kon niks zeggen. Ja, maar wil er nou eens eindelijk iemand zeggen wat dat er gonden is? Met de fluwelen handschoen, allemaal dikke zeven. Ah, ja, een boksend schoen. Laat er voelen wie dat een baas is. Aren op je tanden hebben. Het zal wel gaan, hè. Wat? Of er is er een met daar op zijn tanden die je wel eens zou kunnen buitenvliegen ook. Oh. Ja, maar allee, hoe zit het nou? Gaat er nou iemand iets zeggen? Die wist nou eens even af alles, hè. Met wie, wanneer, waar. Die wist begot zelfs de naam van Louise. Allee, hoe kan dat nu? Ah ja, volgens mij te een zo'n mond voorbij gebabbelde Frank. Dat kan niet anders, hè. Dat is zeker dat. Luc die inziet met zijn zelfrespect. En die zich schuldig voelt tegenover mij. Waar gaan we dat schrijven? Hij is wanhopig, Leontien. Ja, dat kan goed zijn. Volgens mij had hij gedacht dat jij meer contact met hem zou gezocht hebben nadat hij uw leven had gered. Mm-hmm. En omdat dat niet gebeurd is, wil hij nu wraak nemen op mij. Ja, en is ineens niet meer akkoord met die scheiding. Maar dat is niet waar. Hij wil geen wraak nemen. Hij is gewoon heel erg ontgoocheld. Marie... Ik heb die afstand met Luc bewust bewaard en ik zou dat graag zo houden. Ik ken Luc al langer dan vandaag. Als ik vriendelijk zou gereageerd hebben, dan zou hij meer en meer toenadering gezocht hebben. Misschien, hè, moeten jullie gewoon eens met elkaar praten. Ik denk niet dat dat veel zin heeft. Ik denk het wel, Leontien. Het wordt verdorie eens tijd dat jullie dat uitpraten. Zeg, dat kan toch zo niet blijven duren? En het zou niet alleen goed zijn voor Luc, hè, maar ook voor u. En voor dat kindje, voor alles. Jongen. Allee, mannen, wat moet ik nou even af gaan doen, zeg? Zwa, jij bent een stomme kloot. Wat dan? Ik heb begot mijn bakkes niet opengetrokken. Nee, Louise, wil ik zeggen. Wie spreekt er nou even ter smissen? En wie komt er dan binnen met een bloemenkei? Wat dan met dat mens nog buiten gaan, hè, op de koop toe? Dat is toch van misere vragen? Zeg, Frank, jongen, ik heb er allemaal geen ervaring mee, zo, met al die dingen. Ja, Frank heeft daar wel ervaring mee. Dat hoorde wel, hè, Swa. Suske, ik wil gewoon zeggen, als je iets doet dat niet mag geweten zijn, dan moet je dat zeker niet doen in het openbaar. Ik heb er allemaal niet bij nagedacht, jong, bij heel die... Maar dat is de een of andere tist die er om de toog zet in ter smissen die nu verrooien heeft. Oh, dat moet je toch niet ontwijfelen. Ik zou er nog wel anders gedaan hebben. Ja, dat weten we, Frank. Ja, die in het verleden al meer als die is bewezen. Denk ik. Nee. Maar je moet daarom de zwan niet nog meer op slechte gedachten brengen. Ah, heel lap. Ze biedt heb ik het nog gedaan. Maar ja, ik heb ook geen kompasses, hè. Moet maar niet zo stom zijn, zwa. Ja, maar dan lust het geen... Gedovenschot van gelijks nummer lee, ja. Wat moet ik nou gaan doen, mannen? Allee, zeg het eens. Wat moet ik nou gaan slapen deze nacht? Ja, hier niet. Wij komen er niet tussen. Dat zit tussen nu en Sociaal. Ja, daar kunnen wij ons niet mee bemoeien. Ah, nee, we doen niet anders. We kunnen de zwet toch niet buiten zwieren en op een trottoir laten slapen? Eén keer buiten vliegen per dag, dat is meer dan genoeg. Simonneke Lustert, je gaat van mij even af geen last hebben. Nee, ik beloof dat. Allee, maar wat gaan we doen? Je kunt hem toch moeilijk onder een brug laten slapen. Bon, het is goed. Allee, voor deze nacht kun je daar op de zetel slapen. Maar je ziet dat je morgen een oplossing hebt, verstaan? Ja, ja. Ja, één keer. Deze nacht, dat is al, hè. Verstaan? Verstaan?